Ik kan me voorstellen dat als je deze video aanklikt en dit is het eerste wat je ziet, dat je je dood schrikt. Mensen, dit is 2 weken snor. Zie je het? Het is eindelijk tijd om hem eraf te halen. Ik heb gisteravond al een foto gemaakt, die ga ik posten op Insta. Volg me trouwens op Insta, @jemat. Die heb ik voor altijd vastgelegd dat ik ooit in mijn leven dit heb gehad. En nu ga ik het eraf halen. Oh, wat voelt het weer lekker om weer clean te zijn in mijn gezicht. Holy shit, mijn vriendin wilde wel niet meer zien. Maar over smerige snorren gesproken. Snorren, smerige snorren. Dit is ook een hele smerige snor. Van Kimpembe. En nu we het toch over Kimpembe hebben. Wat een mogol. Kimpembe. Nadat Paris Saint-Germain 2-0 had gewonnen bij Manchester United, dacht ik, weet je, ik koop gewoon die Kimpembe. Die kans dat ze eruit gaan is nul, want ze gaan gewoon door naar de volgende ronde. Heb ik straks een 88 Kimpembe, die wordt er weer geüpgraded omdat hij het goed heeft gedaan. Ik speel met hem. Ik vind het echt een top centrale verdediger. Echt een heerlijke speler. 365k. Was een koopje voor zo'n hoge reden spelen. Weet je wel, goede stats. Ik blij. In de rust van de wedstrijd Manchester United tegen PSG. Of eigenlijk PSG Manchester United. Waarin het 2-1 voor Manchester United staat. We hebben allemaal die wedstrijd gezien. Ik zie ineens dat deze SBC hier is. En ik had al moeite om hem te linken, die Kimpembe. Een goede speler. Je hebt ook die Ferland Mandi. Maar die is iets van 400 of 350k. Vind ik veel te veel. Zag ik deze SBC die ik best wel voor bijna niks kon doen. De untradable space in mijn club. Ik die doen in de rust van de wedstrijd. Want ik ging er niet vanuit dat Manchester United ook maar ooit in de wereld door zou kunnen gaan. Is afgelopen. En dat vind ik... Ja, we weten allemaal wat er gebeurd is. Maar wat jullie misschien nog niet weten is dat mijn Kimpembe nu 200k minder waard is. Kimpembe. En ik hoopte dat hij nog beter ging worden door het jaar heen. Had ik ook nog wat aan die Kutsawa. Weet je wel, dat waren mijn mannen voor de komende tijd in mijn club. Maar jongens! Voor de rest had ik überhaupt een heel PSG-team met Di Maria. Di Maria. What a meme. What a meme. Na de wedstrijd een pilsje pakken. Tijdens de wedstrijd een pilsje pakken. Nieuws. Ik sta gewoon voor lul nu met een PSG-team. Nou, als deze video online komt, is dit alweer oud nieuws, maar fuck it. Amor, fire. Boom. Amor, fire. Boom. What up, space? En als Nederland hetzelfde zou doen, zou een kratje bier hier minimaal 20 euro gaan kosten. Nee! Eigenlijk wilde ik dit team, wat ik hier aan het bouwen was, wilde ik bouwen om een statement te maken. Om voor eens en voor altijd duidelijkheid te bieden in dit hol. Dit vreselijke donkere plekje dat YouTube heet, mensen. Wat er nu weer aan de hand is. De bedoeling was dat ik hier Emilio Butragueño zou zetten. Dit kan echt niet door de beugel, mensen. Kijk nou dat kind. Die is 12 of zo. 1,68 meter. Essie Boy is 13. Die is ook 1,68 meter. Ongekend dit, jongen. Nou, wacht maar tot je hem in-game ziet spelen. Dan zie je een kind van 10 lopen. Dat dit mogelijk is in een spel als fucking FIFA. Dat kan niet. Peggy 3. Dat betekent dus dat iedereen vanaf 3 mag werken zomaar. Mensen, niet alleen op YouTube is het zo. Ook in FIFA. En dat gaat echt te ver. Stem trouwens op onze beste nieuwkomer. Want, Wat vinden we van de buitenzitters? Kinderen die hierbij waren. En die dit nu kijken. Jullie. Jullie... Ik heb het met jullie te doen. Jullie zijn het slachtoffer van kinderhersenspoeling. Jullie kunnen geen eigen mening vormen door dit soort mensen... Wie moet de Vierte Award beste nieuwkomer gaan winnen? Bankzitters Boe, Space Jay. Is dit nationale coming out day voor kinderen? Wat is dit? What up, Space? Dit heeft ook weer niks met kinderarbeid te maken en deze hele intro slaat nergens op. Maar welkom mensen, we gaan vandaag FIFA doen. Weekend League is weer begonnen. Dit team heeft 100 chemistry. Ik heb wel 5 aanvallers, dus 1 van deze aanvallers moet op centraal verdedigend middenveld spelen. Ik heb gekozen dat Ronaldo dat wordt. Die wint elk kopduel. En voor de rest kan het spel goed verdelen. Dames en heren, ladies and gents, FC Croquet. Gewoon lekker rustig een broodje eten. We spelen weer tegen een Nederlander in de eerste wedstrijd. Iedereen weet dat er vorige week is gebeurd. Ik verloor van een complete noob. Maar nu komt het belangrijke mensen, nu komt het belangrijkste. Kijk, dit is toch verboden. De jongen, hier loopt toch een kind van 10? Dit kan, het is kinderarbeid. Je reinste kinderarbeid dit. Ben je nou ook tegen kinderarbeid? Stem even op ons voor de beste nieuw... Oké, nice. 1 minuut op de paal geschoten. Kijk, nu zit het een keertje mee. Dat hij niet alle kansen gelijk afmaakt. Ja, lekker. Lekker, lekker. Lekker, jochie. Mijn neefje van 10. In de korthoek. Boom. Wat heeft hij al een schotkracht op jonge leeftijd, zeg. Ja, 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 ja. What the fuck? Hij ziet er van dichtbij echt uit als een opa. Maar toch... Ik blijf bij mijn standpunt. Ik blijf bij mijn standpunt. Ik zou niet een Etonade doen, hij voorspelt het al, want het is zo voorspelbaar. Kom op! Wie is dit? Oh mijn god, wat... Wat? Een trieste goal. Word jij nou onderheven aan kinderarbeid? Bel dan nu, de kindertelefoon. Nou, nee, maar... Gaan we de korte hoek dan maar doen? Ja, dat is een... Iets te kort. Veel te kort. Moet langer. Kijk, mijn snor was natuurlijk niet serieus bedoeld. Omdat ik de baard gewoon niet heb om een mooie snor te krijgen. Maar zelfs al zou ik mooie baard groeien en snor groeien krijgen, zou ik het denk ik nog niet laten staan. Want het is echt een smerig gevoel geeft het op je gezicht. Oh, wat een kinderachtig. Kinderlijk eenvoudig gaat hij er langs. En hij kan ook kinderlijk eenvoudig de derde goal binnenprikken. Daar is hij dan. Mensen, je kan zeggen wat je wil. Maar kinderarbeid. Het scoort wel.
Op FIFA dan. Ik heb niet over de cijfers op YouTube. Oh, zieke goal hoor. Ja, die El Tornado zit daar gewoon een random voorzet geven. Ze zijn zo ongelooflijk ogen. Shrek is een ogen. Over Shrek is. Nee. Oh, hij biedt zijn excuses aan. Ik vind dat vrij random om te doen wanneer je 3-1 achter staat. Kijk, ik gebruik achterin press snel. Want hij is best snel. Daar is hij weer. Doei. Kim Pambe. Oké, hij scoort nog. Hij scoort nog de aansluitingstreffer. Ik moet even rustig aan. Dan ga ik van kroketje verliezen. Lekker mensen. We did it. 3-2. Gewoon de eerste wedstrijd. Was ook weer veel spannender dan het eigenlijk nodig was. Maar de man of the match is een kind van 12. Deze gast heeft best een matig team. Is dat nou Leen van Dijk of heeft hij Play of the Month? Heeft de Centurion. En Doucouré. Is dit een penalty? Jongen. Courtois heeft hem. Doei. Voorzet. Dit is zo smerige tactiek. Het slaat nergens op. Dit is toch skillloos? Waarom doe ik dit überhaupt? Het schijnt dat je met Mbappé ook de Deal of the Year amper kopduellen kan verliezen. En die kopt ook nog eens alles binnen. Dan is het echt de meta als je een beetje echt een goed en duur team hebt. Met gouden Mbappé en gouden Neymar lukt het blijkbaar ook. Smerig dit zeg. Dan heb je een penalty tegen in de 12e minuut. En ligt hij in de 14e minuut aan de andere kant erin. En sta je 1-0 voor. Ronaldo, boe! Twee trieste goals zijn dit. Ik voel, I'm feeling sorry for my opponent right now. Dit zijn echt twee hele trieste goals. Wat een kutbal zeg. Maar het mag niet baten, want daar is... Ja, je weet, kinderen zijn nog niet zo goed met een zwakke been. Dus dat vergeef ik hem voor nu. Trouwens, hij heeft 5-star wie... Wat doet mijn keeper? Courtois, jongeman. Centurion, die kan er echt geen reet van. Lekker, Butra. Butra Gwenyo, die moet er eigenlijk in. Nou, dan gaat hij die zomaar in. Oké, toch niet. Oh mijn god, ik sta 2-2. Ik weet niet wat het is. Ik ben de laatste tijd zo slecht aan het verdedigen op dit spel. Maar het is ook elke week anders hoe het tegenstaat. Gaat hij me nou sussen? Hij sust me gewoon. Ik doe het allemaal voor de fans, oké? Centurion komt erin. Yes, Chaka. Even concentreren met die handel. Die Player of the Year, Schmeichel, die Deense speler van het jaar, is zo slecht. Die houdt echt geen reet tegen. Nou is het wel zo dat mijn Courtois ook rare dingen doet dit weekend. Ik weet niet of er weer iets met de keepers is gebeurd. Of de keepervogelgriep is uitgebroken. Nee, toch niet. Hij pakt hem. Oh mijn god. Ja, nee, maar dit is niet goed. Nee. Hij scoort gewoon, hè. Dit spel is zo random. Oh mijn god. Ik verlies gewoon altijd als ik een video maak. Ik verlies voor de rest natuurlijk nooit in mijn vrije tijd op potje FIFA. Yes! Huh? Haha, doei. Weg. Waarom schiet je dan zo hard? Ik tik één keer. Mijn Golan, nu. Wat een... Ja, penalty toch. Wat slaat. Nu. Centurion, jongen. Yes! Is het Centurion wel? Wat een poeier in de korthoek, zeg. Vies. Ricardo. Ricky. Nou. Nee. Buitenspel. Ah, wat een goede goal. Fantastisch uitgespeeld. Vind ik. Wat slaat dit op? Nee, joh. Oh mijn god. Ik ga gewoon 5-5 staan. Ik weet het niet, maar... Ach, het is echt ongekend, dit. Het is echt ongelooflijk. Oh shit, oeps, ja, dan maar door het midden, yes, hey. Oké, yes, goed zo, die penalties gaan er nu lekker in, weet je. Hij kijkt alleen maar naar het hoofdje, de eerste twee penalties tot nu toe. Ik weet niet of hij mij ook wil shocken, Yes, goed zo, nu keek hij weer niet naar het hoofdje, ging hij het tegenovergestelde. Tot nu toe zit ik in zijn hoofd. Even kijken wat hij gaat doen door het midden, yes, goed zo. We lezen hem. Ja, wat denk je ook door het midden weer? Ja, tuurlijk. Ah, die kan ik toch wel pakken. Ik blijf gewoon staan. Ja, nu vind ik het nog... Oh ja, kinderarbeid. Daar kan ik weer op de pijl niet maken. Kinderarbeid. Links. Boom! Oh, je mag niet juichen. Dat is bij wet verboden als je nog minderjarig bent of zo. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet op ons te stemmen. Wat een rare video was het weer. Maar ik vond het wel weer heel leuk. En ik begin eens een keertje. Nou, het is niet goed begin aan de weekend league. Maar ik begin niet met verlies. Dat is alweer een week geleden. Onterecht, ik heb gewonnen trouwens.